Jake, wat gaan we doen vandaag? Aardbeien. Aardbeienplanten, yes. En dit worden ze straks, hè? Ja. Hou je van aardbeien? Ja. Dat is mooi. Vandaag gaan we aardbeitjes planten. Want Jake is heel erg bezig met waar dingen vandaan komen. Ik woon in Den Haag en we hebben een stadstuintje. En ik probeer hem duidelijk te maken dat bijvoorbeeld aardbeien niet groeien in de supermarkt. Maar dat je die zelf kan telen. Dus dat gaan we vandaag doen. Zaadjes! Ja. De eerste stap, zaaien. Kan jij misschien een klein beetje aarde pakken met je schep? Gewoon kan je die andere. Ja, wat wordt het dan? Dan wordt het lekker aardbeidje. Zo, een klein beetje. Hey, moest mijn hand ook groeien? Ja. Nee, toch? Ik ben gek op verbouwen. En ik probeer ook Jake enthousiast te maken om dingen te bouwen. Want ik hoop dat we later een plusteam worden. Oh, ze zijn echt super mini. Je ziet ze er bijna niet. Super mini. Hallo? Hallo? Ah. Zetten we ze even binnen in de zon. Kunnen ze een beetje gaan groeien. Verwachten. Verwachten. Naar de kachter. Stap nummer 2. Verpotten. Denk je dat mama dit handig doet? Ja. Oh nee. Denk niet. Oh, dat is een grote bum. Hé, hey, huh? Hoe komt die er nou weer in? Had jij dat net gedaan? Ja. Misschien wel. Ja. Als ze er dan ongeveer zo uitzien, dan gaan ze in een grotere pot in deze aarde. Dat zijn een soort van de vitamintjes voor de plantjes. En daardoor gaan de plantjes groeien. Want uiteindelijk worden het... lekker. Het regent. Drink smakelijk! Hoe lang denk je dat het duurt voordat ze klaar zijn? 3 maanden. 3 maanden? Ja. Echt waar? Ja, misschien wel gek. Jake zit nu in de fase dat hij eigenlijk het liefst de hele tijd samen wil spelen. En dat is even leuk, maar daar heb je natuurlijk niet de hele dag tijd voor. Dus ik probeer hem nu zelf te laten spelen en ook zelf dingen te laten bouwen. Dus te laten zien dat hij ook echt zelf dingen kan maken. Als ze dan gegroeid en rijp zijn, kan je lekker smikken. Deze plantjes duurt nog even, hè, voordat die echt groot zijn. Daar hebben we geen tijd voor, want wij hebben nu honger. Ja. Kijk hè, is er in je buikje, heb je nog plek voor aardbeien? Ja. Oeh. Lekker. Oeh. Een beetje afspoelen. En dan? Oh, beter. Lekker. Lekker zoet, vind je? Vind ik ook lekker zoet, hè. En over een tijdje hebben we dan zelf onze aardbeien. Wordt die zo groot, denk je? Ja, en die ook zo groot. Dat denk ik ook, schat.